rijk vandaag. Het is vandaag, als we dit programma opnemen, zaterdag 1 oktober. En we zitten hier op het nieuwe stadsplein van Nieuwegein. Het nieuwe plein wat zojuist is hier geopend. En we gaan het vandaag hebben over duurzaam ondernemen, maar ook over de nieuwe koopimpulsen in Nieuwegein. Nou, als je hier naar kijkt, dan is dit een duidelijk voorbeeld van nieuwe koopimpulsen mogelijkheden hier in Nieuwegein. Aan tafel drie gasten. Kort naast mij Cees van Zuiderkom. Hij is ondernemer in Nieuwegein en onder andere bekend van het geur-smaakcentrum hier in Nieuwegein. Welkom. Naast hem Annelies Heres. Zij is bekend van Fairtrade Nieuwegein, ook van de Wereldwinkel hier in Nieuwegein. En daarnaast wethouder Wouter Kolff. Hij is van Economische Zaken wethouder. Ook welkom hier aan tafel. Drie gasten hier aan tafel, maar we vroegen u op straat wat u van het nieuwe winkelcentrum hier in Nieuwegein vindt. Ik moet zeggen, ik woon echt al jaren in Nieuwegein en het is heel mooi geworden. Het is gewoon eindelijk vernieuwend en het ziet er gewoon ook modern uit. En dat is denk ik wel wat Nieuwegein ook nodig had, want het was gewoon zo verouderd. Ik kijk dus vanochtend voor het eerst hier en zoals ik het nu zie, vind ik het heel leuk opgezet. Ik ben er eigenlijk best wel trots op. Ik vind dat Nieuwegein had gewoon behoefte aan een goed groot stadscentrum. Echt een stadshart. Dat heb ik eigenlijk tot op heden gemist hier. En ik hoop ook dat we zo'n centrum gaan krijgen qua horeca. Dat je uit je werk even komt, even een terrasje pakt. Die behoefte heb ik hier in Nieuwegein tot op heden niet gehad. En ik hoop dat die er echt komt. Ja, ik vind het heel erg leuk. We hebben steeds wezen kijken, ook naar de opbouw. En nu zag ik van daarboven een hele mooie tuin gebouwd. En we zagen dus nu ook dat daarboven aan die kant allemaal leuke plantenbakken zijn geplaatst. Ja, het is een heel mooi, wat steeds mooier. Moet ik eerlijk zeggen, ik vind dit schitterend. Ook voor de jeugd belangrijk. Nieuwegein was natuurlijk altijd wel een stad waar niet heel veel te doen was ook voor jongeren. En ik denk met wat meer winkels zoals de New York en de Man at Work, dat is toch voor jongeren echt wel leuk. Als het maar geen hangplek gaat worden. Ja, ik vind het echt een aanwind van Nieuwegein. Dit hadden we nodig. En dan hopen dat de horeca nog een beetje erbij komt. En dan zijn we denk ik wel klaar. Ik denk dat het meer mensen gaat trekken. Nieuwegein gaat echt bruisen nou. Ja, met recht. Als we het hebben over koopimpulsen van Nieuwegein en we zitten hier op het nieuwe winkelplein in Nieuwegein, dan is dit toch een goed voorbeeld, hè? Ja, dit is een extreem goed voorbeeld. Nieuwegein verdient en verdiende een bruisend en hoogwaardig stadshart. Dat heeft het gekregen met deze prachtige nieuwe binnenstad. En koopimpulsen zijn hier zeker aanwezig. Ja. Er zitten hier diverse winkels en zoals je ziet leeft het als nooit tevoren. Ja, want we zijn natuurlijk al de hele dag hier aanwezig. We zijn ook al een paar dagen hier geweest met de opening. Ook vrijdag met een groot muziekfeest. Het gaat al echt leven hier in het centrum. Hè? Wat brengt dat teweeg voor de economie in Nieuwegein? Wat brengt dat op? Nou, is dat in cijfers te duiden? Het bijzondere is dat vanaf het moment 1 dat hier mensen rondliepen, men hier rondliep alsof het hier altijd zo geweest was. En dat betekent dat het een goed plan is geweest. Wat het voor de economie betekent is heel veel. Winkeliers, ondernemers kunnen hier terecht en kunnen hier hun bedrijf beginnen. Mensen kunnen hier terecht voor niet alleen maar aankopen doen, maar ook voor gezelligheid, straks op terrasjes en dergelijke. Dat is heel belangrijk voor een bruisende binnenstad. En wat ook heel belangrijk is dat er heel veel werkgelegenheid bij is gekomen. Ja. Er zijn hier winkels die soms bijna 100 man personeel in dienst hebben genomen. Veelal afkomstig uit Nieuwegein. Ja, Annelies Heres zit vlak naast jou. Zijn hier ondernemers die al fairtrade zijn geworden in het winkelcentrum? Ja, zeker. En met name dan de supermarkten, de Tree en Grasier C1000 en Albert Heijn en nu Jumbo en Albert Heijn. Dat zijn hele goede fairtrade vertegenwoordigers. Die verkopen heel veel fairtrade producten. En dan natuurlijk de nieuwe Wereldwinkel die gaat komen. Dat is al 100% fairtrade, dus dat is een hele goede aanwinst. We zijn ook heel blij dat die hier kan komen. Ja, wat fairtrade de winkel... De Wereldwinkel in dit geval zat wat verder van het centrum af, wat moeilijk vindbaar. Ja. Je gaat hier naar een A-locatie. Ja, we gaan hier echt naar een A-locatie toe en we verwachten ook dat er een heel ander publiek gaat komen. Veel jonger publiek. Het was aan de Herenstraat zo dat er wel vaste klanten kwamen heel veel. Maar impulskopers, zoals hier werd gesproken, die werden daar niet gedaan, want men loopt daar niet winkelend langs. En hier natuurlijk wel, dus we verwachten een enorme toename van de verkoop. En dat is heel mooi, want Fairtrade is een goede zaak. Misschien is het goed om te melden van Nieuwegein Fairtrade gemeente sinds vorig jaar. Ja. Jij bent hard bezig om de titel te kunnen behouden, want ieder jaar moet je jezelf weer bewijzen. Ja, dat klopt. Ja. Wat betekent dat voor jou op dit moment? Nou, ik moet zeggen, de aanvraag die ligt hier in het concept al klaar. Dus we hebben het gevoel dat we het al kunnen aanvragen.
vragen dat we de titel hier zullen behouden. Dat betekent dat we dus meer mensen, meer bedrijven en instellingen zover hebben kunnen krijgen dat ze ook aan Fair Trade gaan doen. En dat betekent gewoon dat ze in hun bedrijf Fair Trade koffie, thee en suiker en aanverwante artikelen gaan gebruiken. Maar ook dat er meer winkels komen die het gaan verkopen. En dat is ook heel erg belangrijk. Je hebt hier een heel nieuw winkelcentrum voor je beschikking, dus ja. Je bent druk waarschijnlijk. Ja, daar zijn we voorlopig even heel druk mee. Ja, ja, dat klopt. We gaan straks nog veel verder hebben over Fairtrade, want dat staat ook even bij ons in een apart blokje over okay. Duurzaam ondernemen waar we het uitgebreid over gaan hebben. Cees van Zuilenkom, ondernemer hier in Nieuwegein, onder andere ook bekend van het Geur, Kleur en Smaakcentrum. Zou je bijvoorbeeld hier in dit nieuwe City Plaza een kookwinkel willen beginnen? Nou, een kookwinkel met potten en pannen niet. Ik zou wel iets met delicatessen en mensen iets bij kunnen willen brengen van gezonde eten en fair trade voeding helemaal. Alleen de vraag hier in het winkelcentrum, omdat het toch wel het mooiste winkelcentrum van Nederland aan het worden is, is hoger als het aanbod. Degenen die worden uitgeloot, die hebben gewoon een topprijs nog hoger als de staatsloterij, want hier heb je toekomst. Daar ben ik van overtuigd. Ergens anders in het land zou ik niet willen zitten, dat is alleen hier in Nieuwegein. Maar Ik ben in afwachting of er ruimte beschikbaar komt en dat ik in deze mooie locatie zou mogen zitten. Want de wens is er wel, je zou graag... De wens is er zeer zeker, ja, dat heb ik al een jaar geleden aangegeven. Ja. En nu je het gaat zien hoe het wordt, dan sta ik alleen maar te popelen om iets op te zetten. Ja. Hoe kijk je daar als ondernemer naar? We hebben natuurlijk een bepaald winkelaanbod gehad, ook in dit gedeelte van City Plaza. We hebben nu andere grootschalige winkels, ook een wat luxere segment. Betekent dat ook dat je een ander publiek gaat krijgen hier? Ik denk dat je meer publiek uit de randgemeentes hierheen gaat trekken. Omdat het natuurlijk een hele mooie locatie is, City Plaza. Maar ook, het is eigenlijk een eiland Nieuwegein tussen een paar grote snelwegen in. En het is heel makkelijk te bereiken. Het is gewoon uniek gelegen hier. En zeker de parkeergelegenheid zoals het nu is, is het verschrikkelijk mooi. Ja. Wat zijn jouw reacties die je krijgt hier, als je hier rondloopt? De mensen je hebt altijd negatieve mensen die altijd klagen over wat het kost heeft en wat het gekost heeft voor de burger. Ik zeg, je moet niet klagen, want eerst klaagden de mensen over dat het oud en vies werd. En nu is het mooie luxe. Ik zeg, en dat merk je niet. Wees blij dat er een gemeente is die dit wil doen voor de burgers. Oké. Dankjewel. Annelies Heeris, wat zijn de reacties die jij krijgt hier als je hier rondloopt op het nieuwe City Plaza? Nou, mensen vinden het heel mooi dat er nu eigenlijk eindelijk een soort stadshart is ontstaan hier aan het einde van City Plaza. Met dat mooie amfitheater erin. En ik heb ook gehoord van mensen die zeggen, ja, iemand die geïnteresseerd is in architectuur, die zal net als bijvoorbeeld in Utrecht bij bepaalde gebouwen, mensen komen hier kijken naar dit gebouw, denk ik. In Utrecht... Op de universiteit heb je een gebouw, daar komen heel veel Japanners alleen maar naar dat gebouw kijken. Ik verwacht dat dat hier ook gaat gebeuren, omdat het zo bijzonder is en heel mooi. Dus ik vind het heel indrukwekkend als je er binnenkomt. Dus mensen vinden het mooi. Dat is wat ik hoor als je hier zo rondloopt. Ja, volop lof dus. Wouter Kolff, we zijn nog niet klaar hè, met dit winkelcentrum, want er gaat fase 2 aankomen. Wat nog heel veel meer winkels, maar vooral ook de horeca gaat opleveren. Want daar wordt nog heel veel over geklaagd. Er is ons bij de horeca in Nieuwegein. Hoe ziet dat? Nou, klopt, dat is zeker zo. Wat we nu hier achter ons zien, dat is pas fase 1. Fase 2 zit er nog aan te komen. Dat is een doorsteek vanaf deze plek naar de markt. Daar komt ook veel meer horeca. Daar komen restaurants en terrasjes. Zodat het uiteindelijk in totaal een bruisend stadshart wordt wat Nieuwegein verdient. En leg dat bruisende eens uit, want dat betekent dat mensen ook langer kunnen verblijven hier. Ja. Bijvoorbeeld ook naar een theater kunnen gaan of hier kunnen eten. Noem het maar op. Ja, we hebben hier straks een veelzijdig winkelaanbod. Prachtige binnenstad, terrasjes, restaurants, een stadshuis waar allerlei voorzieningen bij elkaar zijn gebracht. En ook nog een nieuw theater met in totaal 900 stoelen. Dus ja, ik denk dat dat iets is waar Nieuwegein jaren op heeft zitten wachten. Niet alleen Nieuwegein, maar ook de omgeving. Wat hoor je bijvoorbeeld van collega-wethouders uit de omgeving? Wat zijn ze daar aan doen in Nieuwegein? Nou, ik hoor verbaasde geluiden over dat dit mogelijk is in deze tijd. Er is natuurlijk jarenlang over gepraat. Maar deze binnenstad heeft absoluut een regionale uitstraling en een regionale aantrekkingskracht. Oké. Okay. We gaan straks hebben over duurzaam ondernemen, want daar ben je ook verantwoordelijk voor. Met name ook het klooster en Fairtrade past daar heel goed in. We vroegen u op straat wat eigenlijk Fairtrade is, wat u vindt van Fairtrade. Weet u wat Fairtrade is? Ja, dat heeft iets te maken met wat van buitenland komt en wat dan... In een plaats of in een stad
gepromoot wordt. Weet u wat Fairtrade inhoudt? Nee. Nee, zou het niet weten. Fairtrade, verre reizen. Ik denk niet helemaal, maar ik denk alleen op hoofdlijnen. Fairtrade is natuurlijk een bepaald merk. Dat zit op bepaalde producten, nog lang niet op alles. En als je bijvoorbeeld al kijkt naar de H&M, wat gewoon een heel groot merk is. Ja, daar proberen ze van te zeggen dat het ook Fairtrade is. Maar eigenlijk is dat niet zo en toch blijf je het wel kopen. Maar ja, als het Fairtrade is en het is een product wat ik wil, dan heel graag. Want het is wel ontzettend goed. Fairtrade betekent eerlijke handel. Oh, ja. Dat moet je ook maar weer afwachten, hè? Dat betekent dat u ook Fairtrade producten gaat kopen? Tot op heden hebben we ons daar niet bewust mee bezig gehouden, maar ik sluit het niet uit. Weet u wat Fairtrade is? Nee. Wat is het? Wat is het? Wat is Fairtrade? Ik ken het bijvoorbeeld van de bananen in de supermarkt. Ja, hier in Nieuwegein zou ik even moeten zoeken, ja. Maar in Culemborg weet ik de weg wel. Dat vind ik wel eigenlijk een goede zaak, denk ik. Dat betekent dat u ook Fairtrade producten zou gaan kopen? Ja, maar waarom moet het zo ver komen terwijl het hier ook kan? Dan bent u een van de weinigen, want toch heel veel mensen weten niet wat het is. Oké, okay, nou, dat verbaast me, ja. Ben jij bereid om die Fairtrade producten te kopen? Ja, zeker wel. Als dat andere mensen gelukkiger maakt, zeker, ja. Fairtrade, uit de reacties merkt u al een beetje dat Fairtrade eigenlijk niet zo heel erg bekend is hier in Nieuwegein, ondanks we al jaren Fairtrade gemeente zijn. Annelies Heeres, dat klopt, hè? Het is gewoon onbekend nog. Het is een begrip waar mensen nog, wat zal ik zeggen, onwennig tegenover staan. Ik denk dat ze heel vaak wel wat iets gehoord hebben, maar niet precies weten wat het betekent. En het is heel eenvoudig. Fairtrade betekent eerlijke handel. Je koopt een product, dat is eerlijk verhandeld. Daar is een eerlijke prijs voor betaald aan de producenten van. En die producenten, dat zijn arme boeren of handwerkslieden in derde wereldlanden. Dus mensen die daar hun brood eerlijk willen verdienen. En om die reden bijvoorbeeld ook niet hierheen naartoe komen. Omdat ze geen geld hebben om te leven en hier als arme sloeber binnenkomen. Dus in feite is het ook nog een keer zo dat als je Fairtrade koopt, dan zorg je dat mensen in hun eigen land op hun eigen plek een fatsoenlijk leven kunnen opbouwen. De kinderen naar school kunnen laten gaan enzovoort. En dat kan je hier dus heel makkelijk doen door Fairtrade producten te kopen met dit keurmerk erop. Mm-hmm. Fairtrade. Ja, dat is een bekend keurmerk. Ja, heel bekend. Alle producten die Fairtrade zijn, hebben dit aan de voorkant op hun product staan. Daar weet jij ook alles van, Kees. Ja. Dus ik adviseer mensen om er toch wat meer aandacht aan te besteden. Ik denk ook nu we hier als partners in dat stadshuis zitten, ook als wereldwinkel, dat het meer bekendheid gaat krijgen, ja. Ook hier in Nieuwegein. Maar je zag ook in de beelden net dat er toch ook wel heel veel, we zitten in een slechte economische tijd, of dat kan volgend jaar nog erger worden, mensen verliezen hun baan. En als ze dan wat kunnen kopen in de winkel, ja. Dan is het toch vaak het goedkope en dat is het geen Fairtrade. Dus nou, als je keuze maakt in de winkel, dan is het vaak niet de keuze voor Fairtrade, want het is duurder. Ja, dat is wel een idee wat in de mensen hun hoofden zit, wat lang niet altijd klopt. Er zijn producten die wat duurder zijn, dat is ook logisch, want mensen die het produceren, die krijgen er een eerlijk loon voor. En een heleboel andere producten die dus goedkoper zijn, ja, die worden meer of meer, door slaven wil ik nog niet zeggen, maar mensen geproduceerd die daar helemaal niet fatsoenlijk leven van kunnen leiden. Dus daar doe je het voor, om mensen een kans te geven eerlijk te leven. En het wil helemaal niet zeggen dat het altijd duur is. Misschien op foodartikelen wel, voedsel, maar non-food, handvaardigheidsartikelen, die zijn over het algemeen in de wereldwinkel goedkoper dan wanneer ze in de kunsthandel gaat kopen. Ja. Want daar schroeven ze de prijs stukken veel hoger op. Dus het is lang niet altijd waar dat het duurder is, maar men heeft dat beeld nou eenmaal. En Sees die zei me net al, hij zei ja, Fairtrade olie gebruikt hij in zijn kookworkshops. Hij zei Fairtrade olie is helemaal niet duurder en het is ook nog veel langer houdbaar. Als mensen dat nou maar gaan inzien dat het eigenlijk voor hun eigen portemonnee waarschijnlijk ook nog beter is, dan zal het wel gaan toenemen. Sees, waarom ben jij Fairtrade ondernemer geworden, Nieuwegein? Nou, omdat ik wat Annelies zegt, het hele proces eromheen is belangrijk. Maar ook de producten komen van kleinere leveranciers af. En dan wordt zuiverder gewerkt, worden weinig toevoegingen aangedaan. De sauzen, wij maken die diverse sauzen doen. Maar de sauzen die mensen wel eens meenemen. Ik heb dat verschillende kasten volstanden Fairtrade artikelen. We hebben de prijs opgezet, dezelfde prijs als bij Annelies in de wereldwinkel, maar wij zeggen altijd tegen de gasten, je mag zo'n potje meenemen, kost je niks, maar probeer het eens. Maar de producten zijn zuiver van smaak en ze zijn
langer houdbaar. Dus het verhaal dat bij de consument tussen de oren zit, het is duurder. Dat is heel jammer. Het lijkt zo, in het gebruik is het veel kwalitatief veel hoger. Je hebt minder nodig van de saus. En de kwaliteit is veel sterker. Dus de smaak, die worden veel beter. Ja, bevorderd daardoor. Ja, maar nu ben jij ondernemer, hè? Dus je zegt van ja, ik vind dat belangrijk om ook daaraan te voldoen als ondernemer in Nieuwegein. Maar als je voor die schap staat, dan moet je toch een keuze maken van ja, wat kan ik dit met betalen? Zou er een mogelijkheid zijn om Fairtrade goedkoper te krijgen? Fairtrade krijgen of goedkoper krijgen. Dat de omzet te laag is, dat kan alleen maar goedkoper worden. Als alle mensen dus doen omschakelen van een woonbrug naar Fairtrade en hoe meer er geproduceerd wordt, transport. Het product produceren is niet duur, maar het transport, dat maakt het duur. En dat is de prijs wat de consument in rekening wil houden. Ben je zelf ook een gebruiker van Fairtrade, Wouter? Nou, sowieso. Ik zit vrijwel de hele dag in of rondom het gemeentehuis. De gemeente zelf doet ook aan Fairtrade producten en stimuleert het ook heel erg. Ik vind het heel belangrijk en hecht er heel erg aan dat we vorig jaar Fairtrade gemeente zijn geworden, de 10e van Nederland. Fairtrade staat letterlijk voor eerlijke handel. Nou, dat is iets waar we ondanks de consumptiemaatschappij waarin we leven en die we ook hier om ons heen zien, waar je best af en toe eens mag denken aan de wereld om je heen. En dat is eigenlijk wat je doet met het gebruik van Fairtrade producten. Maar wat straalt dat uit naar buiten toe? Want je spreekt ook heel veel collega's in het land. Nieuwegein is de 10e Fairtrade gemeente. Wat straalt dat uit? Wat zegt dat in Nederland? Het zegt iets over de gemeente. We zijn een vooruitstrevende gemeente en de toekomst is toch eerlijke handel met rekening houden met de wereld om je heen. Heeft ook te maken met de millenniumdoelen die de VN heeft gesteld. En wij voldoen daar in Nieuwegein aan. We zijn daar heel erg trots op. We willen ook graag een moderne vooruitstrevende gemeente zijn, dus dan kun je hier niet meer zonder. Want het maakt onderdeel uit, Annelies Heeres, van de millenniumgemeente. Ja, zeker. Ja. Kijk, toen de gemeente de millenniumgemeente werd, heb ik vanuit de Wereldwinkel meteen gezegd, word dan ook Fairtrade gemeente, want dan moet je een hele concrete criteria voldoen. En dan zet je telkens stapjes vooruit. Bovendien passen die millenniumdoelen en de Fairtrade gemeentecampagne-doelen, die passen naadloos in elkaar. Die gaan in elkaar over eigenlijk. Ja. Want millennium doel 8 is eerlijke handel. Nou ja, Fairtrade is eerlijke handel. Millennium doel 1 is de armoede de wereld uit. Dat doe je door Fairtrade te gaan gebruiken. Dus al die doelen die liggen op elkaar, die sluiten bij elkaar aan. En je bent hier actief mee, hè? Want je hebt mij wel eens verteld dat het echt om werkweken gaat van meer dan 40 uur. Ja, soms is het heel heftig. Ja, dat klopt. Ja, en dat heb ik er graag voor over, want ik vind het een fantastisch doel om mensen in ontwikkelingslanden ook een fatsoenlijk leven te helpen verschaffen. Op zo'n eenvoudige manier hier. Ja. Ja, het is echt helemaal niet ingewikkeld. Hartstikke goed, dankjewel tot zover. Want we vroegen u op straat, we hebben het er net al even over gehad, over de economische situatie in Nederland, waar we nu in zitten, maar ook volgend jaar waarschijnlijk nog met heel veel bezuinigingsmaatregelen vanuit de overheid. Maar we vroegen u op straat, van Zevers in dit geval, welke mate u dat koopgedrag dat beïnvloedt. Waar gaat u op bezuinigen? Op kleding. Ik koop aanbiedingen. En als ik het dan ook nog leuk vind, dan heb ik helemaal schik met mezelf. Bij ons niet. Niet zo. Ik heb er niet zo heel veel last van. Tuurlijk, het is niet leuk, want als vrouw wil je het liefst zoveel mogelijk kopen en zoveel mogelijk winkelen, maar tuurlijk, als het duurder wordt, dan koop je misschien wel minder op de termijn, ja. Maar nu zelf merk ik er nog niet heel veel van, moet ik zeggen. Ja, ik denk dat toch wel zuiniger gaat doen. Toch ieder dubbeltje omdraaien. Toch wel. Nu wel. Gelukkig heb ik dat zelf nog niet gemerkt in de portemonnee en zolang ik het hier uit kan geven. En dus eigenlijk bijdragen aan de stimulans van de economie, ja, zal ik dat niet nalaten. Op koopjes letten? Op koopjes letten en alle toestanden dan meer. Je houdt toch wel wat meer rekening met wat je te besteden hebt en je gaat toch meer op de kleintjes letten. Ik ben het wel gewend ook hoor, om een beetje zuinig aan te doen hoor. Dus ik moet wel zuinig aan, maar dat geeft niet. We komen er wel. Misschien dat we wel minder gaan kopen. U kunt dat doen wat u wilt. Ja, gelukkig wel nog, omdat ik nog volop werk heb. Je moet toch wel een beetje gaan sparen en op de centen gaan letten. Het zal wel loslopen. Het zal ook heel zuinig aan doen. Ik leef ook altijd heel. Ik moet wel zuinig aan doen. Dus dat geeft niet, maar je kan het wel. Als je maar uitkijkt, maar niets. Maar aan uitgeven. Ja hoor. Het is een twijfelgeval dan, hè? Het aanpraten. Maar kan wel op vakantie hoor. Dat nog wel.
Goed, we zijn terug hier op het winkelplein, het nieuwe winkelplein van Nieuwegein, wat zojuist hier eind september is geopend. We hebben het eigenlijk niet gehad, Wouter Kolff, wethouder ook van Financiën hier in Nieuwegein, over het nieuwe stadshart. Wat hier, hebben we het uiteraard over gehad, maar kan dit eigenlijk allemaal wel, economisch, financieel gezien? Is Nieuwegein, ja, wat kost dit Nieuwegein hier? Nou, de gemeente Nieuwegein heeft jarenlang gespaard eigenlijk om het stadshart te kunnen bouwen. De buitenruimte, het stadhuis en het theater, dat zijn investeringen van de gemeente geweest. Nou, dat zijn investeringen in de toekomst, zullen we maar zeggen, om Nieuwegein op de kaart te zetten. En om te zorgen dat de bewoners een mooi stadshart hebben. Van groot belang voor Nieuwegein. Ondernemers hebben ook geïnvesteerd in alle winkels die er nu staan. Nou, dat is prachtig geworden en dat geeft ook wel aan dat dat nog steeds in deze tijd gebeurt. Dat de daadwerkelijke economie gewoon in Nederland hartstikke goed draait. En dat mensen ook nog geneigd zijn om gewoon aankopen te gaan doen. Nou, we zien het om ons heen gebeuren. Maar kost dat de Nieuwegeiners op dit moment belastinggeld, wat hier gebeurt? Nou, wat hier gebeurt kost op dit moment de Nieuwegeiners geen belastinggeld. Maar er is er jarenlang voor gespaard door de gemeente. En daar is ook jarenlang met elkaar over gepraat. En de gemeenteraad heeft uiteindelijk gezegd van ja, we gaan investeren in de binnenstad om Nieuwegein op de kaart te zetten. Dus uiteindelijk is het opgebracht door al die Nieuwegeiners die in het verleden daarvoor met elkaar gespaard hebben. Steeds, mevrouw Bekom. Het kost ons geen geld wat hier gebeurt, op dit moment althans. Nee, maar dat geloof ik ook niet. Maar ik geloof ook niet in de economische crisis. Als iedereen wat enthousiaster zou zijn in het leven en niet iedereen daar loopt te schreeuwen, gaat zo slecht. Als je ziet hier op donderdag in dit mooie gebouw hier achter ons bij Centurion dat er ruim 500 televisies op het dag zijn verkocht. En dat ze bij Annelies klagen dat Fresh Your Life voor event tegen duur is, begrijp ik niet. Als de mensen tegen elkaar positiever zijn, dan iemand iets weten. Als jij iedere dag gaat zeggen van die man bij jou, die vrouw die gaat vreemd met de buurvrouw en 10, 15 mensen zeggen dat, dan geloof je dat ook wel plaats. En die verhalen worden opgebouwd. Mensen moeten eens positiever zijn, niet negatief. Voor de ouderen vind ik wel, dat is een hele kwetsbare groep. En daar moeten we voor opkomen. Dat moeten ze ondernemen zeker, voor de ouderen. Dus jouw advies zou eigenlijk zijn, ga geld uitgeven. Want dan gaat het helemaal beter. Dan gaat het beter. Want wij hebben nog nooit zoveel spaarcenten gehad op de bank als de meeste mensen nu hebben. En dat is goed natuurlijk, niet een spaarvermis. Maar je ziet ook geen begrafenis erin van de kluisgraf komen. Dus je moet het gemaal eruit geven. Niet blijven potten. Dat heeft geen vreugde van de centen, daar is geld niet voor gemaakt. We hebben het al eerder gehad over de koopimpulsen in Nieuwegein. Dus een behoorlijk nieuw stadshart gekomen waar het economisch natuurlijk gaat floreren de komende jaren. Ook als fase 2 al. Is uitgerold. Maar er gebeurt in Nieuwegein nog iets. Het klooster, een duurzaam kantorenpark. Kantorenpark, industrieplek waar heel veel industrie ook terecht komt. Bijvoorbeeld V&D is nu aan het bouwen en gaat eind dit jaar open. Maar het klooster is voor Nieuwegein ook belangrijk economisch gezien, toch? Ja, het is goed dat je jezelf corrigeert. Het is inderdaad geen kantorenpark, nee. Want kantoren hebben we genoeg. Het is een duurzaam bedrijvenpark. Mm-hmm. Waar bedrijven zowel van buiten Nieuwegein als vanuit Nieuwegein terecht kunnen. Van buiten Nieuwegein heel belangrijk, zodat we extra werkgelegenheid krijgen voor mensen die nog een baan zoeken. En tegelijkertijd ook heel belangrijk, zodat bedrijven uit Nieuwegein kunnen doorgroeien en dat binnen onze stadsgrenzen kunnen doen. Het is een duurzaam bedrijvenpark en dat betekent dat het in een prachtige omgeving ligt, maar ook dat de bouw en de bedrijfsvoering van de bedrijven die zich daar vestigen, dat dat op een hele moderne en duurzame manier plaatsvindt met veel oog voor milieu en omgeving. Nu is het park vorig jaar de eerste bouwkavel is opgeleverd. In mijn beleving duurt dat zo lang voordat er echt bedrijven zich daar gaan vestigen. Maar hoe komt dat? Nou, er zitten allerlei oorzaken aan. Natuurlijk is het zo dat sommige bedrijven nu even extra nadenken voordat ze een nieuw pand neerzetten. Maar de animo voor het klooster is erg hoog. We hebben op dit moment twee kavels inderdaad in aanbouw. Maar er zijn ook nog 12 betaalde reserveringen van bedrijven op het klooster. Die volgend jaar waarschijnlijk zich daar zullen gaan vestigen. En dat is boven verwachting op dit moment. Dus volgend jaar zie je ook meer bouwactiviteit? Volgend jaar zijn er nog veel meer bouwactiviteiten te zien op het klooster, absoluut. Hoeveel mensen gaan daar werken over een paar jaar? Nou, het is een bedrijvenpark van 75 hectare. En als je dat grofweg doorrekent naar de verschillende bedrijven die zich daar zullen en kunnen gaan vestigen, dan kom je uit op zo'n 6.000, 7.000 arbeidsplaatsen. Dat is behoorlijk veel, hè, voor Nieuwegein. Ja, Nieuwegein heeft op dit moment zo'n kleine 40.000 arbeidsplaatsen. Het is echt een ondernemers- en werkstad. Ja. We hebben veel meer arbeidsplaatsen eigenlijk dan mensen die werk hebben of werk zoeken. Maar toch is het een belangrijke regionale zet om daar een bedrijvenpark te beginnen.
en te zorgen dat wij daar nog extra arbeidsplaatsen creëren. Volgens mij, als je nu wethouder economische zaken in Nieuwegein bent, dan heb je een leuke baan. Ja, Wat gebeurt er veel in Nieuwegein? Ik heb een fantastische baan. Het is een stad die bruist aan alle kanten. Ik ken de stad eigenlijk pas een kleine 2 jaar. Maar sindsdien ben ik wel echt bijna elke dag weer opnieuw verbaasd van wat hier allemaal gebeurt. Een nieuwe binnenstad, bedrijvenparken die zich ontwikkelen. Ontzettend mooie plekjes, ook oude plekjes zoals Vreeswijk en Jutphaas. Nou, het is genieten om hier elke dag aan te mogen werken. Is er nog nieuws te melden rond andere zaken, rond economische zaken hier in Nieuwegein? Nou, in deze tijd waarin ook de gemeente toch moet opletten op de kleintjes en de uitgaven niet moet laten groeien boven de inkomsten die we hebben, zijn we natuurlijk flink aan het besparen. Maar wat we hebben gezegd, we vinden het belangrijk dat de economie op volle kracht blijft draaien. Daar zijn we uiteindelijk allemaal van afhankelijk, ook om uitgaven te doen aan mensen die dat nodig hebben. En dus hebben we gekozen om op de economie juist extra geld te gaan inzetten. En dat is wel iets wat niet in elke gemeente om ons heen gebeurt. Ja. En waar ik voor Nieuwegein wel heel erg veel waarde aan heb. Heb je veel te maken, Annelies, met de gemeente? Hoe is jouw ervaring met de samenwerking bijvoorbeeld bij Fairtrade? Nou, ik moet zeggen dat op het moment we een hele goede relatie hebben met de gemeente. We hebben echt een ambtenaar die fair trade in haar portefeuille heeft. En we hebben een hele goede relatie mee. Dat werkt heel goed. We hebben via haar ook... Maar wat heb je bijvoorbeeld te maken met de gemeente? Wij moeten afspraken dan? Maken. Zij zijn op de hoogte hoe wij vergaderen. We vergaderen 1 keer in de maand. Ze weten precies waar we over vergaderen. En we hebben vaak gesprekken met die gemeenteambtenaar om te kijken op welke punten we elkaar kunnen versterken en steunen. En dat gebeurt best heel veel. Bijvoorbeeld, een klein voorbeeldje is daarvan dat het duurzame bedrijventerrein, Fairtrade heeft ook alles met duurzaamheid te maken. En we hebben dus de afspraak dat wij gewoon de gegevens doorkrijgen van de bedrijven die daar gaan kopen, gaan bouwen en wonen. Want uiteindelijk, als je een duurzaam bedrijventerrein wil zitten met je bedrijf, dan moet je ook duurzaam koffie en thee gaan gebruiken. Dus daar zitten we eigenlijk ook bovenop. In dat verband hebben we ook veel te maken met de gemeente. Bovendien is de burgemeester is voorzitter van ons comité van aanbeveling. Is dat al een standaard? Want Cor de Vos was het hiernaast. Is dit ook een van de eisen die jullie hebben vanuit de stichting? Nee, we hebben het gewoon gevraagd natuurlijk. Ja. Maar hij was heel enthousiast. Hij wilde daar meteen voorzitter van worden. En jullie hebben natuurlijk eisen. De gemeente moet achter jullie activiteiten. Ja, dat klopt. Het moet ook in het aanbestedingsbeleid staan. Ja. Dat de Fairtrade zoveel mogelijk. Hè, want het kan op lang niet alle gebieden kan dat. Maar waar mogelijk om dan Fairtrade in te kopen. En dat staat gewoon in het aanbestedingsbeleid. Dat moeten wij ook doorgeven als wij opnieuw een aanvraag indienen voor de Fairtrade gemeentecampagne. Moeten we dat opnieuw laten zien dat de gemeente daar ook voluit aan meewerkt. Want je kan niet de Fairtrade gemeente zijn zonder dat de gemeente daar aan meewerkt. Ja. Nee, steeds van Zuidelijk om blijft ook dit jaar een Fairtrade ondernemen? Ja, tuurlijk. En volgend jaar ook en het jaar dan ook. En ik vind het heel belangrijk. Ik hoop collega-ondernemers dat die het ook gaan doen, dat ze zwakker worden beschut. Ja, ja. Wordt eind oktober, hè, wordt het bekendgemaakt of wij als Nieuwegein weer Fairtrade gemeente voor 31 oktober, we hebben de datum eigenlijk al vastgesteld, maar de aanvraag om het te worden, hè, dat is best wel een heel groot papier, aanvraagvorming hier. En dat moeten we vandaag eigenlijk al insturen, 1 oktober moeten we dat insturen. Ja. Bedankt voor de komst naar het nieuwe winkelplein hier in Nieuwegein en succes met jullie activiteiten allemaal. Dank je wel. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.